President Chandrika Prasad Santokhi ziet naar aanleiding van de issues in het land af van zijn geplande reizen naar Guyana en de Bahama's. Het staatshoofd zou maandag vertrekken naar Guyana om de International Energy Conference en de Expo Guyana bij te wonen. Daarna zou hij op de Bahama's een CARICOM-conferentie bijwonen. Santokhi ziet af van het bezoek aan deze landen omdat hij vindt dat het begeleiden van belangrijke nationale vraagstukken in ons land prioriteit geniet. Bij de acties van de Economische Controledienst is gebleken dat handelaren en importeurs zich vaker schuldig maken aan prijsopdrijving en hamsterpraktijken. Minister Reshma Kulip Singh laat weten dat er hiertegen hard zal worden opgetreden. Ze merkt op dat er in de afgelopen periode gehamsterd is op gascilinders. De bewindsvrouw geeft aan dat dit ten strengste verboden is. Het waar zal in beslag genomen worden en de winkels kunnen zware boetes krijgen. De presidentiële werkgroep Ontwikkeling Brokopondo streeft naar een duurzame oplossing voor de noden waarmee het district en zijn bewoners te kampen hebben. De commissie heeft donderdag haar maandelijkse verslag aan president Chandrika Prasad Santokhi uitgebracht. Het gaat onder meer om herstel van de door wateroverlast getroffen gebieden en compensatie aan de huishoudens. President Santokhi stelde de groep voor om een werkbaar systeem te ontwikkelen, zodat er een gedegen controle kan worden uitgevoerd en dat de donatiemiddelen daadwerkelijk bij de rechthebbenden terechtkomen.